allemaal en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn bullet journal weekly spread heb gemaakt deze week. En hier zoek ik altijd eerst allemaal plaatjes op Pinterest. In dezelfde kleur een beetje om ze te proberen te matchen. Het zijn echt de meest random plaatjes gewoon. Maar gewoon plaatjes die ik leuk vind of mooi vind. En als ik ze dan eenmaal eindelijk heb gevonden, alle plaatjes, dan knip ik ze gewoon uit. Ik kies meestal een stuk of 4 plaatjes, zodat ik een beetje kan wisselen als ik de een toch niet zo heel erg leuk vind. Hier heb ik er ook maar 3 gebruikt, wat jullie later zullen zien. En dan ga ik ze gewoon opplakken in mijn bullet journal. Een beetje schuiven met de indeling en dat soort dingen. En dan, dan gaat het eigenlijk allemaal beginnen. Zagen jullie dat ik ook een stukje krant heb gebruikt en hierop schrijf ik ook een weeknummer en die plak ik er dan overheen. Zo zien jullie ook dat ik gelijk alles eigenlijk wel gebruik wat ik kan vinden soort van. En hierna ga ik ook nog de maandindeling maken en dan gaat het op een gegeven moment fout. Dus dat heb ik ook niet zo heel mooi opgelost. Als ik aan mij had gelegen had ik deze hele pagina opnieuw gemaakt. Maar ja, dat hoort er ook bij in een bullet journal. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar de producten die ik gebruik in deze video, dan kun je even in de beschrijving kijken, want daar staat alles.
uiteindelijk weekly spread van deze week geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het nou leuk vonden, doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En wie weet maak ik in de toekomst nog meer van dit soort video's. Als je het leuk lijkt, laat dat dan even achter in de comments beneden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doeg!